Je ziet het goed. Deze vier mensen zitten naakt opgesloten in een plastic bubbel. 8 uur per dag om precies te zijn. En dat een week lang. Ze doen dat voor een project van de Eindhovense theatergroep United Cowboys. En deze bubbel staat midden op de parade in Den Bosch. Het is een levende installatie. Een installatie die wij gemaakt hebben speciaal voor de boulevard. Met performers die in een biotoop zitten, in een afgesloten ruimte. Waar je dan naar hartelust kan kijken. De dansers zijn deels naakt. Waarom is dat? Ik denk dat het ook te maken heeft met mijn achtergrond als beeldend kunstenaar. Naakt is natuurlijk in de beeldende kunsten eigenlijk vrij doorgaand en veel gebruikt. Dus ja, voor mij is het eigenlijk een dansend lichaam te zien. Soms deels naakt. Ja, veel duidelijker en veel mooier. En uiteindelijk in zijn expressie wel optimaal. Het mooie bij onze voorstelling is, tenminste vind ik zelf het allerbeste, is dat je je eigen verhaal kan vertellen eigenlijk. Wij leveren de beelden en materialen en jij als toeschouwer maakt eigenlijk je eigen film, je eigen verhaal. En vier halfblote dansers die zo lang afgesloten zitten in een bubbel, dat maakt niet los. Ja, ik voel me meer een voyeur. Een hele erotische dans. Allerlei blote vrouwen en een man. Ik denk, en dat hier op de parade onder de voet van de Sint-Jan. Ik vind het erg gewaagd. Ja, nou, het was echt heel bijzonder. Het zijn eigenlijk een doorlopende voorstelling, heel weinig mensen. En er gebeurt heel veel. Heel veel gevoelens die losgemaakt worden. Wie zelf een kijkje wil nemen in de bubbel, heeft nog tot en met 12 augustus. Dan eindigt Boulevard.